niet, ik kunt eens, maar het is een beetje in het donker, hè, man. Oké, okay, dus welkom iedereen. Ja. De moeder des huizes Antilia is ook toegekomen omdat zij ook de zegening wou meemaken van het gerestaureerde Antilia-beeld. Ik wou een gedicht van mezelf voorlezen, maar onze heilige Johan hier heeft mij gezegd, lees het Latijnse voor. Dat is een tekst uit de 15e eeuw. Die is in het Latijn gericht aan Maria, maar ik zal die daarna ook vertalen. En na de vertaling geef ik het woord aan Yves, onze schoolpastor van Antilia. Bij deze ook de officiële geboorte van Antilia, de nieuwe school. Mogen zij vruchtbaar zijn. En de Latijnse tekst luidt als volgt. Het getiteld is Memorare, gedenk. O pieissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam a tua currentum presidia. Tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse de relictum. Ego, dat is voor ons allemaal. Tali, animas confidentia, a te, Virgo Virginum, mater, curo, a te, venio, noli, mater, verbi, verba mea despicere, set audi prospitia et exaudi. Amen. In vrije vertaling. O goedertierende maagd Maria, het is van eeuwigheid niet gehoord dat iemand die om u om raad vroeg, om hulp vroeg, door u verlaten is geworden of niet gehoord is geworden. Dus, met een vertrouwend hart kom ik naar u, maagd der maagden, moeder, naar u. Loop ik kom naar u. En moeder van het woord, mater verbi. Wil toch mijn woorden niet afwijzen, maar probeer ze in eeuwigheid te vervullen en te gaan horen. Amen. Mater verbi, moeder van het woord. Ik geef het woord aan Yves. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik ben zeer vereerd dat ik hier vanavond te gast mag zijn bij de geboorte van Antilia, de grote school, de school met toekomst, waar kinderen thuis mogen komen, waar jongeren thuis mogen komen, dat ze hun weg mogen vinden doorheen het leven, dat ze de richting mogen zien die eigenlijk voor hen bedoeld was, bestemd was, dat ze ten diepste meer en meer mens mogen worden, dat het woord in hen ook meer en meer vruchtbaar mag worden en mogen de moeder van het woord, mogen de moeder Maria, mogen zij waken over Antilia, mogen zij waken over dit huis, mogen zij waken over dit gezin, mogen zij samen met ons op weg gaan. En mogen zij, al deze jongeren die hier in de komende jaren te gast zullen zijn, mogen zij over hen waken. En mogen zij hen de richting ook tonen. De richting naar het geluk, de richting naar het leven, de richting naar wijsheid en inzicht, naar het goede leven ook. En daarom hebben we naast het vuur, het lekkere eten, het delen van het brood, ook het water meegenomen. Het water waarmee we overvloedig de moeder van de Heer zullen besprenkelen. Opdat voor Antilia dit een gezegende toekomst mogen zijn. We mogen de moeder van Antilia, mogen de moeder van het woord, mogen zij gezegend zijn. In naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. En we zegenen dan ook deze plaats, waar vele mensen samen zullen komen, waar ze inzicht, wijsheid, kennis, levenswijsheid zullen mogen ontvangen en waar ze gelukkig mogen worden en de weg door het leven mogen vinden en zullen gaan. En we zegenen deze plaats, dit oord waar zoveel mensen welkom zullen zijn. We zegenen dit Antilia in de
de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Mogen Antilia en de toekomst van Antilia hier dan nu geboren zijn. Ik ga het vuur wat opstoken, hè. Ja, ja. Heel al dat water.